Mijn traject bij de IBM bestond uit, ik ben in 2014 in dienst getreden. In januari 2015 dus officieel in dienst bij de IBM. Toen moest ik een cursus gaan volgen. Dan heb je verplichte cursusdagen. En daarbij kwam op een gegeven moment een vacature voorbij voor een leerwerktraject. Bij de gemeente Kuik als administratief medewerker. Vervolgens hebben ze gezegd van dat ze mij de kans wilden geven en ben ik hier terecht gekomen. Ik heb toen 7 maanden gewerkt voor een leerwerktraject. In november te horen gekregen dat ze graag mij in wilden huren via de arbeidsintegratie. Ik heb hier 1 jaar gewerkt tot de vacature vrij kwam die ik eigenlijk al vervulde. Alleen dan via de gemeente daarop heb ik gesolliciteerd en dat ben ik geworden. En in januari 2016 ben ik officieel ambtenaar geworden en bij de IBM vertrokken. Ik ben goed terechtgekomen meteen bij een werkgever waar ik me fijn voelde. En ik heb heel veel aan mezelf kunnen doen. En ik ben binnen 2 jaar gewoon uitgegroeid tot volwaardig ambtenaar.